En het scenario is dat eigenlijk een visserschip de ferry heeft aangevaren. Daardoor is er brand ontstaan aan boord van de ferry. De brand was te groot om door de scheepsbrandbestrijdingsteam opgelost te worden. En daarom hebben ze via het kustwacht ondersteuning ingevraagd voor een brandweerteam. De passagiers kunnen eigenlijk van boord door middel van helikopters. Dus dan gaan ze eigenlijk naar het bovenste dek. Daar worden ze van boord getakeld en in een helikopter gehezen. Daarnaast heeft het schip een reddingssloep aan boord die gestreken worden waar er mensen in kunnen. En daarnaast beschikt het schip over een evacuatiesysteem. Dat klapt uit en dat is dan 15 meter lange glijbaan. En daaroverheen moeten de mensen en dan komen ze uit in een vlot. Wat is het doel van de oefening? Ja, er zijn heel veel diensten bij deze oefening betrokken. Normaal oefenen eigenlijk alle diensten afzonderlijk. Dus de kustwacht, de KNRM, de veiligheidsregio. En in deze oefening wordt eigenlijk alles gecombineerd, waardoor eigenlijk alle processen met elkaar worden beoefend. Dus communicatie, spreken dezelfde taal, werken we nog volgens dezelfde checklisten, etc. Het grootste deel van de passagiers van de ferry komt hier aan. En we hebben hier eigenlijk een eerste opvang ingericht om mensen te registreren, zodat we weten dat iedereen er is. En om ook eerst de medische zorg te verlenen. Dus het noodhulp Team Plus staat hier, maar ook verschillende ambulances en veel medische collega's om de passagiers waar nodig ook eens van zorg te voorzien. Het is natuurlijk best een realistisch scenario dat hier is geoefend. Hè. Je hebt hier 260.000 vaarbewegingen waarbij iets dergelijks kan voorkomen. Dit is dan nog een vriendelijk scenario, maar er kan ook een schip gekaapt worden bijvoorbeeld. Nou, dan is het belangrijk om van elkaar te weten wat je moet doen als er iets dergelijks gebeurt. En dat hebben we eigenlijk reëel geoefend. Maar er waren zeker een aantal verbeterpunten. En welke zijn dat? Het intakelen van nu nog geoefende mensen duurde best lang. En dat zou in de praktijk zou je daar best minder tijd voor kunnen hebben. Verder is het natuurlijk een scenario wat uitgeschreven is. Als je het realistisch doet, dan bouw je pas op als je weet wat er is gebeurd. Dus dan zie je heel veel vertraging in zo'n oefening komen. En dan zou het ook zomaar kunnen dat je niet het juiste telefoonnummer bij je hebt. Dat kan nu niet gebeuren. Dus het is heel goed van elkaar te weten reëel wat je in de praktijk moet doen.